Salome Leonsberg. 8 december strafzaak hervat. En 2 Suripop finalisten. Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van het Jeugdjournaal. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Het is belangrijk dat wij onze leefomgeving veilig en schoon houden. De vervuiling die overal te zien is, is gewoon heel slecht voor de natuur. De Bootsteiger bij Leonsberg is een plaats waar dagelijks veel Surinamers en toeristen langskomen. Maar jammer genoeg ligt er vaker veel afval op die plek. Onhygiënisch, maar vooral niet om aan te zien. Zaterdag is een groep personen vanuit milieu- en toerismeorganisaties en van een recyclingbedrijf bij elkaar gekomen om de steiger van Leonsberg op te ruimen. Een vriendin van mij ging hier naartoe met haar moeder en ik wou heel graag mee. Omdat het heel goed voor het milieu is en ik vind het gewoon heel leuk. Ik vind de mensen die dat doen ook heel positief denken. De reden om een clean-up hier te doen is om bewustwording te bevorderen bij de mensen. Dat alles wat ze op straat gooien, dat het uiteindelijk ergens belandt. Ja, dit is eigenlijk een tussenstop, maar uiteindelijk voert het water al het afval naar zee. En zo worden onze zeeën vervuild. Maar ook, je ziet ook onze rivieroevers, ons land. En mensen die houden vaak van een schoon erf. Je ziet mensen heel vaak hun erf netjes schoonmaken. Maar zo moet ook de straat schoon gehouden worden. En we willen mensen bewust maken dat ze ook de straat en de rest van hun leefmilieu schoon moeten houden. Het ging om zakken, petflessen, bakjes, van alles. Er zijn verschillende oorzaken voor deze vervuiling. Het is een deel zwerfvuil dat van andere plaatsen is komen aanwaaien. Er is een aantal uren hard gewerkt en na afloop zag het er een heel stuk beter uit. De personen die gebruik maken van de steiger kunnen de schoonmaak erg waarderen. Ik doe mee aan de schoonmaakactie, want niemand doet het en ik hou van mijn land. Jullie moeten allemaal jullie rommel in jullie zak zetten als jullie thuis zijn. Kunnen jullie het in de ton gooien en niet op straat. Sowieso is het goed dat we het doen, maar waar wij naar meer ook naar willen kijken voor de toekomst is hoe kunnen we dit structureel aanpakken. Dat we het vandaag doen, is het goed dat de samenleving ook begrijpt dat ze het schoon moeten houden. De mensen die hier langs lopen, dat we gewoon onze omgeving schoon houden. Dus hopelijk met deze actie kunnen we nogmaals aantonen, blijf je land schoon houden. Neem zelf initiatief om het schoon te houden, ook vanuit de overheid, dat we dat gezamenlijk kunnen doen, private en public sector. En dan hebben we over een paar maanden of zo, of een paar jaar in dit geval niet meer, dat we elke keer weer met een groep moeten komen om hier schoon te maken. Het is moeilijk. De strafzaak in verband met de moorden van 8 december 1982 loopt al bijna 10 jaar. En deze zaak heeft vandaag een nieuwe fase bereikt. Iets meer dan een jaar geleden begon de auditeur militair in de zaak van de decembermoorden met het vragen om straf voor enkele van de verdachten. Dat wordt genoemd het requisitoor. De auditeur militair heeft bijvoorbeeld voor president Dizzy Bouterse 20 jaar straf gevraagd. Bouterse heeft net als alle andere verdachten een advocaat. De advocaten hebben de beurt gekregen om met tegenbewijs te komen. Dat heet het pleidooi. De advocaat van Bouterse heeft in zijn pleidooi geprobeerd te bewijzen dat hij onschuldig is en heeft de rechter gevraagd Bouterse vrij te spreken. De auditeur militair heeft dan een tweede beurt gekregen om de rechter weer te overtuigen dat Bouterse wel die 20 jaar gevangenisstraf moet krijgen. Die tweede beurt heet het repliek. En het repliek is vandaag gestart. De auditeur militair blijft erbij dat Bouterse 20 jaar straf behoort te krijgen. Die 15 mensen niet een zielige slachtoffer zijn van wat er is gebeurd op 8, 9 december. Maar dat ze wel iets in hun hoofd hadden die ze beraamd hadden. Dat ontkent hij niet. Nu ook niet.
En hij ontkent die stukken niet. Hij heeft ze in elk geval niet tegengesproken. En daarmee kreeg de hele zaak natuurlijk een andere dimensie. De auditeur-militair is overtuigd van zijn gelijk. De advocaten van de verdachten zijn overtuigd van hun gelijk. Als dus de krijgsraad veroordeelt, denk ik dat er hoger beroep komt. Als ze niet veroordeelt, als ze iedereen vrij zou spreken, komt er denk ik ook hoger beroep. Dus u mag ervan uitgaan dat er wel een hoger beroep komt. Maar het is alleszins duidelijk dat deze strafzaak het belang van individuele nabestaanden ver overstijgt. En dat dit de rechtszaak van de eeuw is, waar gaat blijken of Suriname een rechtsstaat is of niet. Maar ook de advocaten van de verdachten krijgen een tweede beurt om weer te proberen de rechter aan hun kant te krijgen. Die tweede beurt van de advocaten heet het dupliek. Pas nadat het dupliek van de advocaten is afgerond, gaan de drie rechters rustig naar alles kijken en bepalen of iemand wel of geen straf krijgt. Dit alles is vastgesteld in onze wetten en elke strafzaak wordt op deze manier gedaan. Op 4 augustus weten wij wie de winnaar is van Suripop 20. Al sinds een paar weken zijn de 12 prachtige finale nummers elke dag op de radio en televisie. Vandaag maak jij kennis met 2 van de finalisten. Hij geniet van alle aandacht voor zijn lied Lobby Futego, dat een van de 12 finale nummers is bij Suripop 20. Het is allemaal nieuw voor Jonathan Hatimi. De reden waarom ik het had geschreven is eigenlijk is een deels ook verhaal vanuit mezelf en ook een inspiratie geweest. Dus wat ik naar voren wilde brengen in feite is liefde voor altijd. Ongeacht die persoon van je houdt of niet, ongeacht die persoon niet voor jou kiest om in een relatie te hebben met jou, blijf ik voor die persoon. Me actie strevi, if na stref lobby you abi Jimmy. Na you no mommy wani, me mek presigi you na in me. Wat voor het lied, Lobby Futego, is iets dat Jonathan een beetje uit eigen leven heeft gehaald. Lobby Futego is liefde voor altijd, is eeuwige liefde. Ik was aan het werk en ik werd gebeld door Suripop secretariaat en ze hadden doorgegeven dat ik in de finale ben. Dus in eerste instantie dacht ik dat het om een flopje ging, maar na later op de dag zag ik in de kranten de ware tijd online van daadwerkelijk dat ik in de finale ben. Het voelt geweldig aan. Jonathan wacht op zaterdag en hoopt zo hoog mogelijk te eindigen. Er wordt voor hem geduimd. Er is een kleine verschil. Er is een verschil tussen het juiste verhaal wat ik daarnet heb gebracht. En het videoclip is weer een ander verhaal. Je kan het op verschillende manieren kijken. Als je kijkt naar mijn videoclip, dan ziet je dat er een heer verliefd is op de dame. Die persoon heeft het nooit kunnen zeggen of nooit kunnen, maar iemand anders. Die had ook een oogje op die dame. Dus uiteindelijk is iemand anders ervan doorgaan. Omdat die persoon het bekendbaar heeft gemaakt dat hij zoveel van het kind had. Rachel Parami is in de finale van Suripop 20 met het nummer Futego mi wan lobiu. Te mi eshiu, mi ate gim wan fong fo. Te mi eshiu wa kapsa, mi denk dat na mi ueko. Ze had in feite niet het idee om mee te doen aan Suripop. Ze is een beetje erin gepraat door anderen. Eigenlijk heb ik er nooit aan gedacht om mee te doen aan Suripop. Maar het vorig jaar hebben vrienden van me en kennissen en familieleden me aangemoedigd en om mee te doen of om te schrijven. En ik had echt zoiets van, ik ben het niet gewend, ik schrijf niet echt. Maar de laatste persoon die me sprak was mijn arrangeur. Toen zei hij me proberen, doe het, je kan het. Dus toen heb ik een tekst die ik al had geschreven. Love you so.
Ik kwam net van het werk. Ik was in mijn woonkamer. Ik had mijn tas net gezet en mijn telefoon ging over. En het nummer dat ik zag was het nummer van het Suripop secretariaat. Ik sprak en die dames zei, mevrouw Rachel Parami, u bent in de finale van Suripop 20. En ik was echt like, wow, ik heb gegild in het huis. Iedereen was blij en ik natuurlijk ook. Oh, give me na occasie. Make me soar from lobby. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van het Jeugdjournaal. Fijn dat je hebt gekeken. Goedenavond.